7, 8, 9. Hoeveel heb je, Jill? Bijna 200.000. Nee joh! Nee joh! 17. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill, het is vandaag vrijdag en ik ben al helemaal klaar. Ik heb mijn haar een keer gesteld. Althans, ja, ik heb het gesteld. Daar heb ik een volumepoeder in gedaan. Ik heb zo'n knattekant op mijn hoofd. Ik dacht, ik doe eens een keer wat anders. Ik heb gisteren ook weer mijn haar gewassen met zilver shampoo. Maar wat ik wel zie is dat sommige gedeeltes, zoals hier bijvoorbeeld, is dan nog wel een beetje warm. Terwijl het hier echt super cool is. Ik wil het liefst natuurlijk zo cool mogelijk. Ik ga zo meteen naar de trein. Ik ga namelijk naar Wesley en Carlijn. Dat rijmt. En dat rijmt ook weer. Goed, dat wordt vast een succes voor mijn Sinterklaasgedicht voor dit jaar. Even kijken, ik ga nu even mijn spullen inpakken. Daar ligt mijn kleine schatje, ze is nog maar 2 dagen. Vandaag, morgen en dan zondag brengen we haar naar huis. Vinden mij ook niet leuk, maar ja, dan ga ik wel alvast gewoon bijvoorbeeld dit. Dit is nu het hondenmandje van Coco, maar dit wordt dus zeg maar het speelmandje van Pip. Dus dan kan ik hier alvast de spulletjes in gaan doen voor Pip. Kan alvast een kus en ja, dat soort dingen. Dus ja... Ik vind het echt heel erg jammer dat ze weggaat, maar het is gewoon beter. Ik ben aangekomen in Nijmegen en Carlijn die haalt me op. Dus ik loop nu al even naar de Kids on Ride. Als het goed is staat ze daar te wachten. En dat is meteen een goede test om Mira zeg maar heel even alleen te laten hoe dat dan gaat zeg maar. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat. Even kijken. Als het goed is staat ze uit de auto. Dan zou ik haar direct moeten zien. Maar ik zie haar niet. Nou ja. Ik loop wel gewoon. Oh, daar, ik zie er al. Ik zie er al. En had ik nog wel even wou vertellen. Dus dat Milan plotseling heel ziek werd. Hij had zeg maar allemaal afspraken vandaag en ik zou dan naar Wesley en Carlijn gaan. Maar die werd ineens heel ziek. En hij moest bijna spugen en zo. En ik weet niet of jullie het door hadden, maar een tijdje terug ging het ook niet zo best met Milan. Dus hij is een beetje, of we zijn een beetje bang dat hij misschien een terugval krijgt. Dus hij is vandaag gewoon lekker in bed gekropen. Met Netflix en gewoon goed uitrusten. En dan hopen dat het weer beter gaat. Dus ik hoop dat ik hem straks een berichtje kan sturen. En dat hij dan, dat hij zich wat beter voelt. Maar nu ga ik lekker naar de puppy toe. En naar Klein. En vanavond is Wesley er. En ik blijf hier lekker eten. Dus ik heb daar heel erg veel zin in. Maar dit is eigenlijk voor de bal. Eigenlijk moet je de bal toch pakken, hè? Niet de touw. Oeh, je houdt hem goed vast, hè? Ja, Mira, wie heeft er nou gewonnen? Wie heeft er nou gewonnen? Ikke, ja, ikke. Ik heb gewonnen, hè, kleine moef. Ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen. Tongetje de hele tijd. Nu mag weer nog, want je is dan nooit goed. Nu jij wil gewoon met mijn tongen, hè? Ja. Niet bijten, hè? Klein bolletje. En nu ga je nooit meer van mijn schoot af. Lekker scherp, hè? Ik vind je lekker scherp. Doe maar een bal. Trekken dan. Trekken. Goed zo. Het is best wel sterk, hè? Ja. Ja, ik kan hem er wel uittrekken als ik wil. Ja, nee, dat wel, maar voor zo'n kleintje. Laat echt niet los, hè? Je poot. Nee, Mira gaat eten. Nou. Nou doet ze niet meer. Mira eet eigen poot. Pak hem. Ho. Waarom weet ik nu pas dat deze camera touchscreen is? Touchscreen? Oh, echt? Hij is echt zo wazig als fuck.
Nu niet meer. Ja, was misschien te dichtbij. Oh, mooi meisje. We hebben een kussen in de bench gelegd. Nee, niet bijten. Zachtjes. Je krijgt kusjes. Mira, poei. Er is nog veel te speels om te knuffelen. En ik heb nog steeds helemaal niet gezegd, maar ik ben inmiddels bij Wesley en Carlijn. En Wesley is net dus ook thuis gekomen. En we hebben dus een kus in de bench gedaan. En we hebben een stukje gewandeld. Nu heeft Mira netjes geplast. Mijn lens is weer niet helemaal open. Lekker kut. Maar goed. Het is heel gezellig met de kleine poppy. Wesley en ik hebben een lolly. En hij is fucking zuur. We moeten hem al beter doen nou. Is hij echt zuur? Doe het gewoon. Proosten. Oh. Je kunt er niet doorheen. Waarom maken ze zoiets? Je hebt het echt blij dat je mee hoeft. Nou, als je hem in je bek doet, ga je dood. Ja. Serieus, als je hem helemaal in je bek doet, ga je sterf je wel. Hoeveel? Doe die kun... Nee. Doe. Dat heb ik al 3 keer gedaan. Oké, zo een challenge doen. Oh, je tong is helemaal blauw. We moeten een challenge doen. 10 seconden in je mond houden. Oké. Ja, doe maar. Jij dan. 1, ja. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Word je er misselijk van? Ik ga hem bijna over mijn nek, kijk. Dit is echt heel erg. Goh, ik ga hem onder water doen, misschien helpt dat. Dat zou wel kunnen helpen. Ja, als die hele bal zo is, niet. Ik weet niet of het een toplaagje is. Mm-hmm. Is die toplaagje? Oh. Oh, wacht even, wat? Ik ben er doorheen. Oh, Mira is aan het spelen met mijn olifant. En ondertussen kijken we deze shizzles. Maar ja, ik vind het niet meer leuk sinds Jantien eruit is. Oh, nou gaat ze weer over naar de krokodil. Superleuk. Trouwens, Mira heeft ook Instagram. Mocht je het leuk vinden om haar te zien opgroeien, dan moet je even Mira, Carlijn, Wesley op Instagram opzoeken. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Dan kun je ook een foto's kijken van Mira. Helemaal leuk. Zo, ik ben afgezet op het station door Wesley. En hij was heel erg moe. Dus ik vond het wel echt heel erg lief dat hij dan nog ging doen. Want hij moest vanochtend echt om 4:30 op of zo. Ik ga nu de trein pakken. Die gaat over 10 minuten, 11 minuten. En dan lekker naar huis. Het was in ieder geval echt heel erg gezellig weer. Ik ben zo blij dat het zoveel beter gaat nu met Mira. Want je merkt het gewoon aan haar hele gedrag. Dat ze zich gewoon veel beter voelt. En dat geeft gewoon heel veel rust. Omdat ja, dan twijfel je ook een beetje over of het wel goed was met die fokker en zo. Maar de fokker heeft trouwens echt een deel van de dierenartskosten vergoed. Dus met de fokker zit het gelukkig wel goed. En ze was heel erg betrokken. En dat... Ja, dat is gewoon wel een goed teken, zeg maar. Dus ja, daar ben ik heel erg blij om. En nou ben ik enigszins blij dat ik, zeg maar, nu echt volledig mijn focus heb op de rijlessen. Want als ik dan mijn rijbewijs bijvoorbeeld heb gehaald, of in ieder geval examen heb gedaan. Ik hoop dat ik mijn rijbewijs heb gehaald. Dan duurt het alweer korter voordat ik Pip ga ophalen, weet je wel. Dan heb ik eerst mijn rijbewijs en daarna ga ik Sinterklaas vieren. En dan komt Pip al bijna. Hoe leuk is dat? Maar ja, goed. Ik ga de trein in en ik check jullie weer als ik thuis ben. Ik kan weer lekker een uurtje gaan treinen. Ja. Oh. Hoeveel followers heb je, Jill? Bijna 200.000. Nee joh! Nee joh! Ze heeft een Instagram account aangemaakt voor de hommie. 20.000 followers. Nee joh! Maak je zelf foto's? Nee, ik het al! Godver! Oké, voordat jullie denken wat de fuck gebeurt hier. Er is een aanrijding met een persoon in Arnhem. Of niet in Arnhem, tussen Arnhem en Utrecht. Dus wij stonden, of ik stond vast in Arnhem. En ik ging naar de conducteur toe en toen kwam ik deze twee dudes tegen. En die moesten ook naar Ede-Wageningen.
En nou ja, nu gaan we naar Ede-Wageningen en proberen we vanuit daar weer verder te reizen. Maar Jill, dus... heb je onze namen nog onthouden? Nee. We hebben ons wel netjes voorgesteld aan je. Ja, klopt. Dat valt een beetje van je tegen. Ik weet het niet meer. Oh. Is weer een mom of zo? Oh. Godver. Maar in ieder geval, toen kwamen we bij deze lieve taxichauffeur en die wil ons voor 50 euro naar Ede-Wageningen brengen. Dus dat scheelt weer een kosten als je meerdere mensen hebt. Dus nou ja, fijn. Met drie delen. Ja. Dan is er nog wel te doen. En dat terwijl ik gratis kon reizen vandaag. Fuck my life. Raadsreizen. Maar goed, ik breng de rekening gewoon naar de NS. Maar ja, ik kom in ieder geval wel thuis nu. Dus dat is fijn. Zo, ik ben inmiddels thuis na een lange treinreis. Dat is vervelend, maar het is nog veel vervelender voor de mensen die vandaag een heel naar telefoontje hebben gehad. Omdat er iemand voor de trein is gesprongen. Ik krijg er echt een heel naar gevoel bij als ik erover nadenk. En nu ga ik lekker slapen. Ik ben echt helemaal gebroken. Ik heb nog heel veel met Coco gewandeld en nu ga ik lekker naar bed. Dus ik wil bij deze de vlog afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Welterusten en dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei! Goed, ik ben wel weer een beetje zenuwachtig. Dat heb ik iedere keer, ook omdat er hier één grote chaos is. Een keer telkens uit moet rijden, maar het komt wel goed.